Hallo en welkom bij een gloednieuwe video van de Sketchfloor. Mijn naam is Emiel en vandaag ga ik in mijn schetsboek tekenen. Zo, let's go. Je ziet, dit is mijn schetsboek. Dit is een Canson Artbook 1. Hier zie je de afmetingen. En ik ga erin tekenen, de eerste pagina in tekenen. Hier dus. Samen met watercolor. Dus laten we beginnen. Ik koos voor mijn eerste figuur die ik bedacht heb als klein jongetje. En dat is namelijk Furry. Voor de meeste mensen die mij persoonlijk kennen weten dat Furry in het echt een hond is. En dat ik daar eigenlijk mijn eigen figuur heb van kunnen maken. En Furry is eigenlijk een deugniet. Iemand die graag streken uithaalt. En ik wilde hem tekenen in een positie waar je meteen herkende van ja, dat is Furry. Zoals je ziet ben ik hem nu eigenlijk lichtjes aan het schetsen en natuurlijk moet ik daar af en toe toch wel eens de gom bij nemen. Ik had eigenlijk de hand verkeerd gezet. Ik wilde de ene hand in de chocopot en de andere hand moest de chocopot dragen, want Furry is verzot op choco. Ik weet niet welk merk dat het is. Maar misschien kunnen jullie het wel achterhalen of een suggestie onder in deze comments plaatsen welke chocopot Furry vast heeft. En hier begin ik onze grote vriend de eenden. Dat is eigenlijk het leukste na het schetsen en na het inkleuren. Maar ik vind, als je de inkt om je figuur brengt, dat je figuur echt wel tot leven brengt. En dat is zeker in deze geval zeker zo. Sorry dat ik af en toe mij verspreek, maar ja, dat is niet anders, hè. Ja, en vanaf hier gaan we hem inkleuren met watercolor. Nu, ik ben nog geen echte expert in watercolor of color. Ik weet niet eigenlijk hoe dat je het uitspreekt. Dat is nu eigenlijk color of kleur water. Oh ja, zo wat is iets met water. zijn vacht is grijs, maar dat aan jullie al wel gemerkt. En watercolor, je moet dat echt onder de knie krijgen, want ik ben nog pas begonnen met watercolor en dat is anders dan kleurpotlood en viltstiften en markers. Dus het is eigenlijk echt wel zoeken naar de juiste techniek. Er bestaan eigenlijk heel veel technieken voor watercolor, maar ik ken er nog niet zoveel. Zie, hier heb ik per ongeluk gemist met donkergrijs. Ik moest iets lichtgrijs, dus ik heb daar moeten overheen kleuren. Maar je ziet eigenlijk het zwart nog een beetje. Maar ja, het is niet zo erg. Het is niet voor een tekening voor iemand. Het is gewoon voor mij persoonlijk en mijn schetsboek. Dus allee. Ja, ik vind het dan dat niet echt. Als je mist. Het schetsboek is eigenlijk om te oefenen. En als je tekent, dan moet je oefenen. Trouwens, heb je interesse in
in hetzelfde schetsboek. Ik zet een linkje onder in de beschrijving naar de schetsboek. Zoals je ziet kleur ik nu de broek blauw. Vroeger was zijn broek rood. Maar ik heb dat eigenlijk veranderd omdat zijn schoenen geel waren. En ja, rood en geel, dan denk je ja, toch iets aan Mickey Mouse. Mickey Mouse heeft een rode broek en gele schoenen. Dus allee, ik vond dat je als tekenaar toch origineel moest zijn met de kledij van je personage. En hier zie je dat ik de schoenen geel kleur. Ik vond een heel simpele kleur en een hele mooie kleur. Dat er ook iets afwisseling was tussen de kleurencontrast van het personage. Je hebt toch grijs, je hebt blauw en je hebt geel. En als bijna laatste kleur ik zijn pot met Choco natuurlijk bruin, want ja, Choco is bruin. Ik hoop dat jullie deze video leuk vond en interessant. Wil je meer video's zien? Kijk dan gerust rond op mijn kanaal. Abonneer zeker hieronder. Vergeet niet te reageren, te delen. En laat zeker een duimpje achter. En ik zie jullie in de volgende video. Dag!